Fabian, 3-1 gewonnen van Iran. Eerst in de pool. Kon slechter vandaag, hè? Ja, het had wat slechter uit kunnen pakken, ja. Ja, Iran is gewoon een supersterk team. En ja, het was gewoon niet het beste voor de dag kwam. Want ja, het was echt 50-50 vandaag. Vertel eens over de wedstrijd, want jullie begonnen heel sterk. Daarna zakte het een beetje in, was een beetje wisselvallig. De laatste set kwam je ook weer 13-6 achter zelfs. Toch win je hem 25-18 op jouw service. Hoe ging dat? Ja, zoals ik al zei, Iran is gewoon een hartstikke goed team. In het begin zat alles gewoon mee, eerste set. Tweede set staan zij toch wel op, worden zij toch wel wakker. En ja, die set winnen zij dan ook. En later groeiden wij wel weer iets meer in de wedstrijd. Dus die derde set wonnen wij ook. En vierde set was het voor hun ook gewoon alles of niets. Dus die jongens kunnen gewoon immens hard serveren. En wij hadden het niet helemaal onder controle in de paas. Maar ja, naarmate de sets vorderden hielden ze het niet meer vast. En toen stonden wij weer op. En toen trokken we hem binnen. We sleepten hem binnen. Mooi. En nu een zo goed mogelijke uitgangspositie voor de achtste finale, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd wie we gaan loten. Ja. Vertel eens, deze poolfase. Ja, 3 gewonnen. Had je op voorhand voor getekend waarschijnlijk. Maar hoe loopt het in het team? Hoe loopt het in de groep? Ja, ik denk dat wij ook wel een beetje de mazzel hadden dat we met Egypte begonnen. Het minst goede team, zeg maar. En daardoor zijn we ook wel een beetje in het toernooi gegroeid. Tegen Argentinië hadden we natuurlijk ook een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar ja, het zijn alleen maar goede teams, dus je moet er gewoon elke keer staan. Op naar de knock-out fase, dankjewel.